Je geeft nog steeds licht, Paul. Ik geef wel licht. Ja, echt waar. Je borst is gewoon fel. Weer kaarst gewoon de zon. Zie wat ik aan het doen ben. Ja, zonne. Even een moment. Je hebt massage gehad. Lekker gezwommen. Ben je zen? Heb je genoten van de vakantie? Ondanks corona ging 2020 lekker. Baby Rylan werd geboren en we kochten een nieuw huis. Maar 3 weken na mijn verlof verloor ik mijn baan. Hoe zet ik mezelf weer op de markt? En hoe ziet mijn weg naar een nieuwe baan eruit? In mijn vlogs neem ik jou mee in mijn zoektocht naar een nieuwe job. Wat gaan we doen vandaag, Rylan? We gaan op vakantie! Joepie! Waar gaan we heen, Paul? Griekenland. Naar Sakintos. Oma Jenny gaat ons missen. Nee hoor, lekker rustig. Doei! Super druk. We staan nu in de rij om onze koffers in te checken. We zijn in een hotel en Rylan heeft een Ajax-tenuutje aan. Hier kom je binnen. Heb je hier je keukentje. Dus je kan altijd zelf aan de slag. Koelkastje. Nou, we hebben alles gezetteld. Het is natuurlijk weer helemaal bommetje vol. Ik zou jullie graag de badkamer weer laten zien. Maar Paul is op de wc. Rylan. Hier heb je een bed. Met troep. Daar hebben we alles ook gepositioneerd. Nou, het is niet echt dat ik denk, oké, lekker opgeruimd. Maar ja, daar kan Brian lekker in, het campingbedje. We hebben ook een balkon. Is de kus veilig? Ik heb niks gedaan. Nee, sowieso. Ah, oké. Laat ik even de badkamer zien. Ja, maar. Kus is veilig. Kijk, een douchegordijn. Daar ook van. Lekker douchen. Net de wc. Ja, het is overal. Het is gewoon netjes. Moet dit op de vlog? Ja? Met de beach buddy. Ja, dat je licht geeft. Had je maar in je beach buddy moeten werken? Als ik maar weten, mijn best moeten doen. Ja. Ga jij ook direct ook? Ja, nou ik ga ook. In je bikini? Ja. Nee, die heb ik niet mee. Paul, we zijn hier nu een dag. Ja. Wat vind je van Sakintos? Sakintos vind ik heel mooi. Maar ik denk niet dat wij de juiste plek hebben. Slapen. Ah. Dat is het misschien. Ja.
Maar laten we nog even sightseeing, hè? Sightseeing moeten we nog. Ja, precies. Dit is wel een leuk tentje. Het ziet er heel nice uit. Leuk ingericht. Ik had de Greek Trilogy. Het is wel een aanrader om hier te komen. We moeten eerst nog eten. Ja, maar alleen al voor hoe het is ingericht. Ziet goed uit, of wel? Ja, toch? Vandaag gaan we iets anders doen. Vandaag gaan we lekker naar het oude stadje. Nou, oud stadje, het is na de aardbeving in 1953. Toch? Ik noem gewoon random een datum. Maar in ieder geval is hier ooit een aardbeving geweest. In de jaren 50, denk ik wel. Ongeveer. En eigenlijk was er niks meer van de stad overgebleven. Vrij weinig van de oude dingen. Maar er is één plaatsje waar nog wel echt traditionele oude huizen zijn en et cetera. Dus daar gaan we heen. We gaan ook naar het Olijvenmuseum. Olijfoliemuseum. En Rijlen die is... Oh, daar is zijn wagentje. Ja, maar wie, stuurt jou om daar naar onder de bank te gaan? Hoe vind je de vakantie tot nu toe? Ah, vind je het leuk? Ja! Ruilen doet het heel goed. Hij heeft wel een nieuwe schreeuw uitgevonden. Een hele hinderlijke. Een hele irritante gil. En hij slaapt, ja, wat minder. Maar ja, hij vindt het wel leuk. Ja, hij lacht elke dag. Behalve nu. Voor ons vooral. Leg deze uit. We zien de revolutie in de manier waarop olijven worden verwerkt van olijfolie. Oké, wat is dit? Wat staat voor ons? Crusher. Ken je dat? Crusher. De crusher. Dat is ook wel de naam van een worstelaar. Ah ja? De crusher? We zijn dus aangekomen in het stadje. Hoe heet het eigenlijk? Lautje? Lucha. Niks in mijn leven hier. Beetje saai. Het is heel stil. Ik zie amper mensen. Ik ga het even filmen. We waren een beetje sightseeing, zijn we op een leuke spot uitgekomen. Wat is dat, Rylan? Rylan gaat niet zo lekker op katten. Maar hij vindt ze wel interessant. Ja. Kijk, de meisje. Nog een baby. Rylan flirt al. Waar gaan we naartoe, Paul? We gaan nu even naar dat Shipwreck Beach. En wat maar kan volgens mij kan je niet met de boten naartoe. En wat kunnen we daar doen? Wacht even, er zit wat tussen mijn tanden. Oh. Volgens mij kan je gewoon uitzicht op het strand, toch? Gyros. Nou, we zijn bij de Ship
Shipwreck View. En het water is helder blauw. Dat is echt niet normaal. Het is wel echt mooi hoor. Rijden heeft het helaas niet kunnen meemaken, want die slaapt. Ja. Maar dit is een rij, dus we moeten heel snel weg. Ja, later. Later. We zijn nu bij Epatantos. Epatantos. Allemaal moeilijke woorden hier in Griekenland. Maar we zijn hier, we hebben gezelschap. MC Branko in de building met a.k.a. Jojo Travels. Who's a Travels? Traveling. Hallo. Again. Jojo Travelings. Sinds die Suriname vlog zou komen. Ja, ja, ja. Als iemand me wil helpen, you know, editen, dan kunnen we het regelen. Janice kan je helpen. Ik kan wel je eerste Suriname vlog editen. Nou, het zijn er vier, meid. Let's go. Let's do this. Ja. Hele goedemorgen, zonder zorgen, hier lekker op Zakynthos. Joepie! We zijn nu bij Cameo Island. En ja, dit wordt ook wel de Wedding Island. Ik zal even filmen, we zijn over de bekende brug. We hebben de cave tour. We hebben een tour met alles in één. 3-in-1, turtle cave en nog een strandje. De muziek staat knijterhard. We zijn nu bij een cave. Hey Rijle, ja, van maken hè? Ja, hè? Ja, ik heb veel zin in, hè? Hey, Paradosiaco. Paradosiaco. Ik denk het eerste restaurant waar we... Dit is een aanrader, hè? Ja, waar je echt goed kan eten. En het is niet duur. Je moet er rekening nog op krijgen. Dat is wel. En leuk ingericht ook. Zeker. Hallootjes, laatste dag hier strand. En de paal wordt gemasseerd. We gaan hem even filmen. Lig je lekker, paal? Ja, sorry. Lekker kwijlpik. Daar ben je echt ver. De laatste dag hier op Zakynthos. Je geeft nog steeds licht, Paul. Geen verder. Heel echt waar. Je borst is gewoon fel. Weer kaarst gewoon de zon. Ja, zie wat ik aan het doen ben. Ja, zonne. Ik neem even mee. Je hebt massage gehad. Lekker gezwommen. Ben je zen? Heb je genoten van vakantie? Aan alles komt er eind, ook aan deze vacanzone. Even het hotel nog even afscheid nemen. Hotel Lazarus, daar zaten wij dus. Paul, we gaan naar huis. Ja, het is weer zo goed. We gaan weer naar huis rijden. Met het vliegtuig. Ja. Heb je genoten? Ik heb het lekker gehad. Ik ga niet terug, denk ik. Wat was je hoogtepunt? Het strand. Het strand en een massage. Ja, die was lekker.